is Koos een kunst? Ja, ik vind van wel. Ik vind ook dat je daar vaardigheden voor moet hebben die je bij jezelf hebt moeten ontwikkelen. En dat je daar wat dat betreft dan een spiegel kan zijn voor de mensen die jij coacht. Goedemorgen allemaal. Michael is er van Busmaster. Die gaat ons interactief uitnodigen om mee te doen, om vragen te stellen via je telefoon naar het scherm. De rol van coach en de naam van coach wordt al vaak gelinkt aan sport. Dat is helemaal niet waar, want ik denk dat in alle werelden gecoacht wordt, want het is het mensen beter maken. En coach, is dat nou een beroep, is dat nou een vak of is dat een competentie? In mijn optiek heb ik altijd gezegd, coach is een kunst. En uiteindelijk merk ik dat als je daar ergens boven werkt, dan gelden de theorieën niet meer, maar dan is het dat wat je in je hebt. En dat is volgens mij kunst. De goede coaches die blinken allemaal uit in een hele sterke visie en vooral ook sterk leiderschap. Charisma, staan voor de troepen op het moment dat het moet, hebben ook een goed verhaal bij verlies. Ik geloof dat iemand die managing of coaching in zich heeft, heeft iets authentieks. Dat kun je verwerpen, je kunt het niet mooi vinden, je kunt het niet mee eens zijn, maar het is iets authentieks. En we hadden dit jaar het WK in eigen land. En dat was wel voor mij het eerste moment dat ik dacht van ja, ik kan dit echt wel. Wat ik juist een heel sterk punt vind aan Roelof is dat hij nog zo jong is en juist zo leergierig. Dus hij is continu alleen maar aan het leren, niet denken dat je het al kent. Dus ik denk wel dat wij echt een heel sterk team zijn, ja. Mijn tip aan jonge leidinggevenden zou zijn, gebruik de Nestor. Gebruik de ervaring om jou te verrijken aan de voorkant. Niet om het letterlijk over te nemen, maar om je ruif aan de onderkant heel erg te verbreden. Alles is natuurlijk relatief in deze wereld. En als je dat ook een beetje uit kunt stralen, dan wel door de humor, dan maar door wat je vertelt. Dan kan de boodschap die je echt over wil brengen, wordt daar misschien ook beter geabsorbeerd.